betrokken bij de koers? Hoe? Via Kok, Kok Droog. Okay. Die heeft mij getipt. Kijk, daar heb je Kok. Even Kok. En dan, en dan zeg jij geen nee? Bijna wel, maar toch ja gezegd. Geen spijt? Nee hoor. Hartstikke fijn, dank u wel. Daar wat, moeten we het van hebben, sponsoren. Want anders kan zo'n geweldig evenement als dit niet bestaan. We danken in dit geval Lift Protect voor hun bijdrage aan het welslagen van deze dag. En ik kijk even naar Martin de Waal of wij de winnaars ook daadwerkelijk mogen gaan huldigen. Martin, dan wel een van de andere comitéleden. Hebben wij groen licht voor de winnaars? We krijgen een duim van Loek van der Ham en dus kunnen we overgaan tot het huldigen van Gelarniev Boko en Bas Krebas. Even kort bijpraten met Bas. Bas, je had niet te veel gezegd. Nee, was super. Magistraal die Merrie. Ik had al een berichtje volgens mij in Oostenrijk op de finish. Kijk aan, ja, van Thomas. Ja, Thomas zal ik super blij. We zijn allemaal super blij mee. Heel veel geduld gehad. Hij was eigenlijk al weggegeven als fok Merrie. Maar Astrid, we houden hem nog even. Zo goed, dan train ik weer verder. Nou, top. Ja, er zijn wel eens van die momenten, ik weet dat Tjitsen ze vroeger ook wel eens had. Die had van die paarden die dan geblesseerd raakten als jong paard en dan kwamen ze als vijfjarige terug en dan waren het kanonnen. Ja, dat ken met deze ook. Kijk, ik ken Rustig natuurlijk, als ik niet Wolver opzoek, vijf achter elkaar winnen. Dat is toch lekker? Ja. En voor het kampioenschap? Ja, zeker. Maar volgende keer lijkt John lekker weer rijden. Heel goed, heel goed. We gaan wat moois voor hem zoeken. Ja, die paarden van Tjitsen, wie waren het? Colt Dream S, Hoka Frisiana, om er nog maar eens een paar te noemen uit oude tijden. En in dit geval is het dus Gelarniev Boko, die zwaar geblesseerd raakte, maar met goede zorg weer terug is gebracht over naar het hoogste 12 minuten. Niveau. En vandaag ging als een seriewinnares. U kunt in de handen voor Gelarniev Boko, Bas Krebas, de winnaars van de Lift Protect prijs. Uw applaus. Dames en heren, de uitslag van de eerste koers is in totaliteit officieel. Overwinning voor nummer 10, Gelarniev Boko. Kilometertijd 1, 22, 4. Tweede geplaatst nummer 5, DNB Z.